Maandag 28 april 41. Plus minus 10 uur 's avonds. Hoofdstuk 1. Jennifer. Dit vind ik niet leuk. Met een kwaad gezicht kijkt Jennifer naar het mededelingenbord in de aula van de school. Het licht. Heel langzaam begon het aan de horizon iets lichter te worden. Het zwart veranderde in diep donkerblauw. Met de laatste kracht die nog in hem was, zoog Jezus aan de spons die hem werd voorgehouden. De verwondering van elke keer weer in een boek verdwijnen en daar zijn, dat is leuk om dat te delen met anderen. En nu kun je het met een bepaalde doelgroep delen. Het is wel heel bijzonder om dat altijd in je achterhoofd te hebben. Je leest in die cel, helemaal in je eentje, in die cocon van stilte. Dat is altijd heel mooi. En je weet in je achterhoofd van, oh, straks gaat er iemand van kunnen genieten. Ik hield mijn ogen star op mijn boek gericht. Maar toen het uit was, voelde ik me vreemd ontroerd. Alsof ik wakker werd uit een droom. Intussen heeft Marijn het skelet opgepakt en schuift het voor het bord. Snel pakt hij zijn mobiel uit zijn zak. Slaat zijn rechterarm om de schouders van het skelet en neemt de selfie. De oorsprong, de roots van de CBB liggen in Amsterdam. In 1910 was daar een groot blindeninstituut. Daar was ook een gereformeerde kerk en veel van die blinde jongeren die woonden de catechisatie bij van een predikant. En die predikant die wilde de jongens natuurlijk en die jongelui catechisatieles geven, maar had geen materiaal voor hen. Dus hij heeft gezocht naar een oplossing om materiaal te maken voor de jongeren. Bijzondere apparaten. En er was vroeger een malletje, die ligt daar. Ja. Zo begon het eigenlijk mee. Er ligt hier een malletje achter deze plank. Dus dat is gewoon in een kerkelijke omgeving is dat begonnen. Ja, absoluut. Met een dominee die zei van, ja ik heb toch spullen nodig. Klopt, voor de jongeren. En die organiseerde een aantal dames om zich heen. En die dames die begonnen met de hand, met zo'n apparaat, puntje voor puntje het om te zetten. En zo ontstond als het ware het eerste boek in Braille. En in 1912 is het een officiële blinde bibliotheek geworden. De verhuizing is naderhand naar Ermelo en Zeist gegaan. Ik denk dat een beetje in de jaren 50 en voorzichtig is begonnen met audioproductie. Dus dit begon dan in de protestantse kerken. Dus was er ook een katholieke tegenhanger? Er was ook een katholieke tegenhanger. Die zat in Graven. Dat is allemaal gefuseerd. Dus er is nog één christelijke blindenbibliotheek. En er is nog één andere openbare bibliotheek. Ook een producent van algemene lectuur. En er zijn eigenlijk nog maar twee organisaties die het doen in Nederland. Riekje? Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Ga je gang. Hoofdstuk 18. De laatste adem. Het was het 9e uur van de dag. De natuur was volledig van slag. 50 jaar geleden ben ik begonnen met inlezen. Ja, dan hadden wij in de huiskamer een soort studio gemaakt met de bandrecorder op tafel. Ja, ik heb inderdaad toch wel heel lang thuis gelezen nog. Tot 2000 ongeveer. En dan zochten we een ruimte in huis waar het heel erg geluidsarm was in elk geval. We zijn redelijk vaak verhuisd. Maar het eerste ding waar we naar keken als we een huis uitzochten van, kan ik hier lezen? Zo nee, dan ging de hele koop niet door. Dan zochten we een ander huis. Zo ver ging het wel. Om het verlangen eenmaal vrij te stuiten. Toen vingen onze ogen toch elkaar. De vogel buiten zweeg. Ik had gekozen. Ik lees ook al een aantal jaren met collega Connie de vrijdagavond. Dus begin ik om 3:15. En dan lezen we nu tot 9:45. Maar dan lees je echt uren. En gelukkig kan mijn stem dat aan. Anders dan, maar ja, kan het niet. Maar dat is heerlijk. Dan kun je echt zo 50 of 60 pagina's in zo'n boek lezen. En dan schiet het ook op. Van der Zee deed sarcastisch als altijd. Hij was minder geïmponeerd. En Van Leeuwen was ook stom verbaasd. Maar ik geloof niet dat het hem verder wat kon schelen.
Al hebben ze het in het begin van het jaar, toen Vera altijd... Maar voor de doelgroep blinden en slechtzienden is het toch ook het kunnen verbeelden met je boek. Ze meenemen in de wereld en daarin toch alles zien. Meer zien dan wij alleen met onze ogen zien. Dan gebeurt er wat met de tekst, wat de schrijver ook wil. Ik moest lachen zonder precies te weten waarom. En ik voelde me ineens ook vrolijk zonder reden. Greetje, die alles had gezien, deed of ze van niets wist. Maar later vroeg ze of ik nog naar die dop was geweest. Waarop ik haar precies vertelde hoe het was gegaan. Bijbel, herziene Statenvertaling, CD 3. Hoofdstuk 36. Sanherib bedreigt Jeruzalem. De koning van Assyrië zond de commandant van Lachis naar Jeruzalem, naar koning Hiskia, met een sterke legermacht. Spreek toch Aramees tegen uw dienaren, want dat verstaan wij. Spreek tegen ons geen Judees ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is. Ik zie geel. In mijn jongste boekje heb ik geschreven van, noemt u mij een zwartkijker? Nou, ik ben geen zwartkijker. Kijk, een zwartkijker is een pessimist. Nou, dat ben ik gelukkig niet. Dus, maar goed, ik zie het geel. En raar maar waar, 's nachts zie ik het in het blauw. En dat komt door het gebruik van mijn medicijnen. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom. Nee, ik ben niet blind geboren. Ik ben op latere leeftijd ben ik slechtziend en daarna blind geworden. Ja. Ja, dat is heel ingrijpend. Dat is heel benauwend ook. Je voel je dan echt helemaal afhankelijk van iedereen. En het ergste eigenlijk vond ik op dat moment dat ik mijn eigen kinderen en kleinkinderen niet meer herkende. Ik moest het echt van hun stem hebben van, nou, oh, dat is die en dat is die. Ik heb twee boekjes geschreven, zodat dus de ziende mens kan lezen van, hey, ik ben niet zielig, ik ben alleen blind. Ik geef op scholen voorlichting en informatie, maar ook voor verenigingen en stichtingen als ik ervoor gevraagd word. Ik stel een radioprogramma samen voor de lokale omroep voor zieken en bejaarden. Ik kom een gesprek met je houden, mag dat? Ik hoorde dat je schilderijen maakt, klopt dat? Elke dag. Elke dag? En wat heb je vandaag gemaakt? Kijk, ik kan bepaalde dingen kan ik dus niet meer. Ik kan niet meer fietsen, ik kan niet meer auto rijden enzovoorts. Dus, maar deze dergelijke dingen die ik net noemde, die kan ik nog wel. Het is geen bewijs van kijk mij eens, hè, ik ben blind en ik zal wel even laten zien dat ik nog meetel. Nee, het is gewoon ja, uit mezelf hè, om andere mensen van dienst te zijn. Daarop zei de commandant tegen hen, zeg toch tegen Hiskia, dit zegt de grote koning. De koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? Nu dan. Ben ik buiten de wil van de Heere tegen dit land opgetrokken om het de gronden te richten? Ga je gang. Zo. Maar het lijkt wel een bunker. Is dat om het geluid te dempen? We hebben 8 echt geluiddichte studio's. Ja? Dit zijn nog een van de eerste studio's die gebouwd zijn. Ja. En we hebben inmiddels hebben we er 8. Roderick, ben je zover? Dan start ik de opname. Wens ik je heel veel succes, maar vooral heel veel plezier. Dankjewel. Omdat de heilige Benedictus van Nursia had begrepen dat al dat gedroom in de paradoxale slaap de monnik gemakkelijk in de netten van de vleeselijke bekoring kon verstrikken en dat het daarom tenminste eenmaal per nacht drastisch onderbroken diende te worden door de distels en doornen van het gebed. Nou, je hebt een hele fijne vertelstem.
En ik weet dat je boek Mediapriester in braillevorm er al is en nog niet in audio, dus in gesproken vorm. Aha. Dus als je wilt, dan mag je dat boek inkomen lezen. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik ben wel door tot naar de volgende ronde. Ja, zeker, zeker. Nou, geweldig. Elk jaar hebben de tweede klasse een werkweek. Dit jaar gaat het voor de GTL-klas anders. Jenne verknikt. En toen lachte hij raadselachtig en wilde verder niet veel vertellen. Ik doe dit nu bijna 5 jaar. Ik was 15 toen ik begon. Ik ben eigenlijk door mijn moeder opgegeven om die stemtest te doen. En daar ben ik doorgekomen, dus toen heb ik het in het eerste jaar als maatschappelijke stage gedaan. En toen ben ik eigenlijk gebleven. En omdat ik natuurlijk een van de jongsten ben hier, lees ik vooral kinderboeken en tienerboeken. En het gemis is in gesprekken nogal eens voelbaar. Anders dan vroeger proberen we als pastoraal team toch volop herder te zijn. En nogmaals, daarbij kunnen we gelukkig terugvallen op een goed vrijwilligingskader. Vrijwilligerskader, Nico. Ja, dat is... Maar achter nogmaals. Ik heb eigenlijk vroeger altijd erg goed kunnen zien. Er zijn prachtige dingen. En dan zag je hier in het dorp waar we woonden, allemaal met die mensen met de stok lopen. Dat vond ik eigenlijk heel zielig. Maar je kunt ze niet helpen met zien. En dacht ik van, hoewel? En toen komt er een oproep om in te lezen bij het CBB. En dat doe ik dus nu heel lang. En ik vind dat eigenlijk niet alleen een dankbaar werk, maar ook waar ik nog van leer ook. Ja, als je bezig bent met een boek, dan moet je toch zorgen dat je weet waar je het over hebt. En ik heb nog wat theologische boeken gedaan bijvoorbeeld. Nou ja, op een gegeven moment ga je de Bijbel lezen nog eens een keer en opzoeken op internet. En het is verrassend hoeveel je dan te weten komt waar ik vroeger eigenlijk nauwelijks of eigenlijk helemaal geen belangstelling voor had. Toch is er een probleem. De kerkelijke voorschriften vertellen ons dat het paastriduum moet worden voorgegaan door een priester. En vooral als er hier iets katholieks verschijnt, dan moet ik dat onmiddellijk doen natuurlijk. Hè, want ik sta hier bekend als het katholieke jongetje wat je daarvoor haalt. En waar ik een hekel aan heb, dat is een streekromans. Vreselijk. Passie in de poesta. Woede in de woestijn. Nee, ik moet er niets van hebben. Ja, goed. Ben je er klaar voor? Ja. Ga je gang. Het is wel belangrijk dat je je even opgeeft. Dan weet ik hoeveel broodhaantjes ik moet bestellen. En dan lees ik ook nog 7 keer per jaar in het kerkblad van de katholieke gemeenschap hier in Ermelo, van de Goede Herder. De Goede Herder. Jaargang 44, nummer 3, april 2017. Presentatie, Nico Nijs. Inhoudsopgave, artikel 1, redactioneel. Artikel 2, familieberichten. Artikel 3, agenda. Zondag 2 april, 1100 uur. Voorganger René Bouwman. Kinderwoorddienst Karin. Koffie, Ineke Beumer en Joke de Waard. En hoeveel mensen krijgen dan dat gesproken kerkblad? Tussen de 5 en de 10 ergens, maar ik weet het ook niet precies. 7, 8 wellicht, ja. Al die moeite voor, maar nog geen 10 mensen? Zelfs dat doe je het voor 1, hè. Dat is het al goed, vind ik. Ook wordt het Mariabeeld mooi versierd. En nog meer mensen anders komen er even stil bidden en een kaarsje opsteken. Ik heb er heel veel steun aan, want op deze manier krijgen wij ook onze informatie. We zijn in de kerk heel erg betrokken bij de liturgie, want... Wij blokfluiten ook allebei. Er wordt ons wel eens gevraagd, willen jullie Maria-liederen fluiten of 1 Maria-lied? Ik ben slechtziend geboren. Ik zag voor 5%. Alleen de felle kleuren kon ik zien. En ongeveer tussen de 10e en 30e jaar werd ik geleidelijk aan blind. En ik ben vanaf mijn geboorte al blind. Kleuren zijn voor mij heel moeilijk, want ik heb er helemaal geen voorstelling van hoe ze eruit zien. Ik denk... dat ik best had willen zien hoe een regenboog er bijvoorbeeld uit zou zien, dat ik dat niet weet. En welke kleuren bloemen hebben. En ja, ik kan wel bloemen natuurlijk voelen. De gezichtsuitdrukkingen van mensen. Soms dan vraag ik iets en dan is het even stil en denk ik, oei.
En dan vertel ik iets en dan krijg ik geen antwoord. Dan denk ik, ja, hoe zou diegene zich voelen? Want ik kan iemands gezicht dan niet zien. En als je het gewoon gelijk zegt, een antwoord krijgt, dan weet je gewoon duidelijk waar je aan toe bent. Ik heb hier een kerkliturgie. Deze is voor de dienst van aanstaande zondag. Oh ja? Ja. Deze is dan voor één persoon. Maar we maken ook heel veel andere dingen, zoals tijdschriften, boeken en dat soort dingen. En dat is vaak voor meerdere personen. Maar hier kun je dus mee in de kerk alles volgen? Ja. De liederen, de psalmen en de... Dit is de liturgie zoals die eigenlijk ook bij de deur vaak wordt uitgereikt. Oh, klopt. Ja, zeg. Ja, maar dan omgezet in braille. Hier staan een heleboel bijbels, zo te zien. Ja. Nee, wacht even. Dit is één bijbel, of niet? Ja, nee, het klopt. Je zou zeggen van ieder boek is een bijbel. En dan is hij nog een stukje groter dan de gedrukte bijbel. Aha. Maar dat klopt inderdaad niet. We beginnen namelijk hier bovenin, linksbovenin, met Genesis. Nou, als we verder gaan, zien we dat we een paar planken verder pas uitkomen bij Openbaringen. Zo, dus alles wat je hier ziet staan is één bijbel. Een gemiddelde bijbel is zo'n 32 banden, maar dat is toch nog een flink stuk van de boekenkast. Nou, inderdaad zeg. Het was voor mij als kind heel gewoon om blind te zijn, want ik heb ook een oudere blinde broer en zus, dus in ons gezin was dat gewoon een gegeven. En zij hebben mij bijvoorbeeld op mijn vierde al braille geleerd. Op mijn vijfde zat ik al Jip en Janneke te lezen in braille. Mijn ouders wisten al wat voor instanties er allemaal waren, wat voor hulpmiddelen er waren. Dus het was zo gewoon. Ja, het is een erfelijke aandoening dat mijn ouders, zonder dat ze het wisten, drager waren van een erfelijke ziekte. En daarom zijn dus 3 van de 5 kinderen in ons gezin blind. Een wat hegere temperatuur en het winderjocht hoeft ze alleen nog maar wekker te maken. De eerste bloemen hier die haar... Als blinde mis je natuurlijk bepaalde dingen wel. En dat is niet wat mensen vaak denken van je kan je eigen kinderen niet zien of je kan de kleuren niet zien. Je weet niet hoe dat is, dus dat mis je niet. Wat ik bijvoorbeeld wel heb gemist is als mijn zoon op het korfbalveld een goal scoorde, dat ik dat dan van andere mensen moest horen en dan pas kon gaan juichen van hij is het. Dan, ja, dan had ik dat moment willen zien en kunnen zeggen, goed man, dat je ook echt kan zeggen van ik heb het gezien. Of met name vervoer vind ik een heel groot probleem. Ik werk op 6-7 kilometer vanaf mijn huis, maar ik moet altijd met de bus en dan mis je weer eens de aansluiting en dan sta je te wachten en dan denk je, kon ik maar op de fiets springen, dan was ik gewoon in een half uur thuis. Nou, dat mis ik. Maar niet zozeer het zien zelf, meer de praktische dingen die je ermee kunt. En heb je, weet jij wat een slash is? Oh, dat is een leuke. Ja, de plaatsnaam is meestal Alphen aan de Rijn waar ik woon. En daar AD. De slash is wat eigenlijk op papier de punt is, dus de gezakte D. 2, 3 en 5. Nee, sorry. 2, 5 en 6. Ja, dat klopt. Ik heb een behoorlijk druk leven. Ik heb een baan voor 3 dagen in de week als braille-trainer bij Visio het Loerf in Apeldoorn. En daar leer ik mensen die op latere leeftijd blind of slechtziend geworden zijn braille lezen en schrijven. Hoe moet het met me gaan als ik niemand naast me vind? Zelfs geen bouwvakker, geen kind die mij met liefde bij wil staan. Daarnaast ben ik ook nog ZZP'er. Ik treed op, ik zing en ik speel piano en ik doe liederen en sketches. En die gaan over allerlei thema's die in de maatschappij spelen. Dingen die in mijn dagelijks leven gebeuren. Echt van alles kan mijn inspiratiebron zijn. Zingen mag best tussen de schuifdeuren thuis of in het stadion. Olé, olé. Ja. Ik zie mijn blindheid als iets wat kan gebeuren. Ik
ik geef God daar niet de schuld van. Ik zie het eerder zo dat God heel vaak dingen voor mij geweldig heeft geregeld. Dat ik de juiste mensen tegenkwam, dat ik hulp kreeg op momenten dat ik het nodig had. Dus ik zie hem eerder als een soort beschermer die zorgt dat ik hier mee om kan gaan en mijn leven kan leven. Ik zeg zo, ga uw gang en dan mag u gewoon starten met lezen. Ja? Ja. Ga uw gang. De CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, heeft in 2016 maar liefst 4 nieuwe opnamestudio's gebouwd. Met het inspreken van dit persbericht verklaar ik, Laurens Klappen, wethouder van Ermelo, de nieuwe opnamestudio's voor geopend. Het is een christelijke blindenbibliotheek. Hoe ga je om met grof taalgebruik? Soms staat er een vloek in en dan lees ik hem. Maar dat kan je ook op verschillende manieren doen. Je kan het even overtuigd doen, dat je ervan geniet. Maar dat lukt me dan niet. Dus een beetje bescheiden, een beetje onder de tafel, zeg maar. Je kunt dat wel een beetje spelen. Ja, eigenlijk zou je het wel voor moeten lezen dan. Dus ja, dat vind ik dan wel lastig. Doe je dat? Nou, niet altijd. Het ligt er een beetje aan wat voor scheldwoorden er worden gebruikt. Maar ik probeer het eigenlijk niet te lezen, nee. Ik heb in het verleden thuis wel een keer een boek gelezen waar echt wel grof taalgebruik in zat. Maar dat paste zo in de tekst dat je eigenlijk dat ook niet kon laten liggen. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. In Jesaja 35 staat dus het perspectief dat de doven zullen gaan horen en de blinden zullen gaan zien. Daar zie ik naar uit dat ik straks verlost bij God mag zijn en dat ik dan niet meer blind ben, maar dat ik dan alles kan horen en alles kan zien. Ik geloof daar niet in dat ik ga zien in het hiernamaals. Nee, want dan zou het dus betekenen dat mijn leven hier op aarde niet goed is. Dat ik hier niet goed ben zoals ik ben. Ik heb daar geen idee bij, maar het is niet iets waar ik op hoop. Dan denk ik, nee, ik moet het nu hier doen met wat ik heb. En nou, daar helpt God mij bij. En hierna, ja, alsof ik dan nu toch niet tevreden ben of zo. Nee. Heel geleidelijk kreeg alles weer kleur. Het begon opnieuw dag te worden. Je bent 15 jaar inlezer. Wat is het mooiste boek wat je hebt ingelezen? Ja, als je me die vraag stelt, dan heb ik eigenlijk maar één boek wat ik leuk vind. Dat is Pluk van de Pettenflat. Dat is gewoon een feestje om dat in te lezen. Met stemmetjes en ja, dat heb ik jaren terug ingelezen. Maar ik zou die stemmetjes nog allemaal zo kunnen doen. Mijn ervaring is dat goed geschreven boeken, waar weinig overbodige woorden in de tekst staan, zichzelf laten lezen. Dat gaat vanzelf. Je hoeft alleen maar klank te geven en dan gebeurt het gewoon. Dolly de Duif. En Zaza. En voor andere boeken moet je echt inspannen om er iets moois van te maken. Maar je moet er natuurlijk ook weer geen toneelstuk van maken. Dat gaat ook te ver. Je moet natuurlijk wel iets aan de fantasie van de luisteraar overlaten. Het is een vak apart. Het is boeiend. Hoe langer je ermee bezig bent, hoe prachtiger het wordt. Het hele vak vertolken. Dat is iets dat zij blijkbaar kan en zonder er last van te hebben. Ik niet. Ik heb altijd het gevoel uit elkaar gescheurd te worden. Als een soort speld die tussen twee...